Het honkbalseizoen staat weer voor de deur. Nederland is het sterkste honkballand van Europa. En het is dus logisch dat er aan de opvolging de nodige aandacht moet worden besteed. En dat gebeurt met echte wedstrijden op een veld van wat kleinere afmetingen dan het normale. En nog een keer, kom! De Amsterdamse honkbalclub RAP en nog twee andere clubs hebben zo'n kleuterafdeling. Alles gebeurt zo echt mogelijk, alleen de bal is een beetje zachter. Dit is de captain van de veldpartij. Dat de ouderen soms lachen, deert de kleintjes niet. De minispelers van vandaag, die een maximum aan enthousiasme opbrengen, wensen uiterst serieus genomen te worden. En wie weet, misschien schuilt er onder hen wel de Han Urbanus van 1985.